We zitten nog altijd aan de mooie Ligurische kust en zijn onderweg met de steeds beter rijdende Lance Armstrong. Verslaggever Paolo Bettini kiest de makkelijke weg en zit achterop. Alles in acht genomen rijdt de Amerikaan een behoorlijke tijdrit. Hij geeft 2,5 minuut toe op de winnaar. Daarover dadelijk meer. We tonen u eerst de verrassing van deze lange tijdrit. Stefano Garzelli eindigt immers als derde. Het is maar zeer de vraag of deze leider, Di Luca, de tijdrit door een roze bril wil bekijken. Als niet-tijdrijder hoopt hij maximaal 2 minuten te verliezen. In het spoor van Denis Menchov intussen, die halfweg de beste tijd heeft. Het staat dan al vast. De Rus zal moeilijk te kloppen zijn. Zelfs niet door deze Levi Leipheimer, die klimt als een bezetene. Maar echt bedreigend? Nee, dat zal de Amerikaan niet zijn. Leipheimer wordt tweede, maar komt wel stevig in de top 3 van de stand. Di Luca beseft snel dat hij het roze zal verliezen en krijgt het op de heupen van deze dwaas. Nee, de touchdown komt vandaag niet van Di Luca. Hij finisht als zesde op een kleine 2 minuten van Denis Menchov. De tweevoudige ex-winnaar van de Vuelta slaat een dubbelslag. Het is bovendien zijn tweede ritoverwinning en zijn eerste roze trui ooit. De strijd in het klassement blijft wel open met Menchov, Di Luca en Leipheimer op een zakdoek bij elkaar.